Alex Pastoor, 0-0 speelt Almere City FC tegen FC Emmen. Een punt tegen een topploeg in de competitie. Hoe tevreden ben jij met dat punt? Ja, met het punt op zich ben ik natuurlijk niet tevreden. Want we hadden dusdanig veel controle over de wedstrijd dat je kunt zeggen dat er misschien wel wat meer in gezeten had. Maar de manier waarop we dat punt gehaald hebben, daar ben ik meer dan tevreden over. Want we hadden controle over de wedstrijd. We hebben hoegenaamd niks weggegeven. Ja, en we zijn dus daarna vaak in de andere 16 geweest dat ook zomaar een goal had op kunnen leveren. Ja, waar zat dat hem in? Die controle in de wedstrijd. Is dat een specifiek iets? Nou, dat zit hem alleen maar in organisatie. Hè? Want de energie en de vechtlust die de jongens erin stoppen, maar ook het goede voetbal. Dat kan alleen maar wanneer je goed georganiseerd bent. Als je niet goed georganiseerd bent, dan heb je weinig kans van slagen. Zeker als de tegenstander zo goed is als Emma dat is. Maar dat hebben we nu hartstikke goed gedaan. Is het op een gegeven moment lastig om aan te wijzen waarom die goal niet valt? Nou, in het geheel niet. Want we hebben niet of lang genoeg doorgevoetbald of alert genoeg gereageerd zoals in de eerste helft. Waarbij een heel aantal ballen hier in de 16 valt. Waarbij we eerst aan te kijken en dan pas reageren. In plaats van dat we erop rekenen dat de bal ergens valt. Ja, dat is een stap die we nog kunnen of moeten maken. Thijs had een schitterend schot vlak voor, of tenminste halverwege de tweede helft. Jorrit had hem vanaf de rand 16 op doel moeten schieten. Ja, en voor de rest waren het meer gevaarlijke momenten dan echte kansen. Dus die kwaliteit moeten we verhogen. Maar daar kan je alleen maar op terechtkomen op het moment dat je goed georganiseerd voetbalt en ook verdedigt. Is dat het belangrijkste wat jij je spelers ook meegeeft na deze wedstrijd? Ja, ook voor de wedstrijd, godzijdank. Goed georganiseerd voetballen. Je aan het plan houden wat we hadden afgesproken. Ongeacht de score in de wedstrijd. En dat is heel goed gelukt. Ja, dankjewel. Alsjeblieft.